Partners van Navenant Kookt zijn Hanse Dranken en restaurant De Olderhof. Deze week is Navenant Kookt in Herten. Op een rustige plek aan het water runt de familie Teunissen al meerdere generaties restaurant De Olderhof. Het culinaire trefpunt aan de Maas telt naast het restaurant ook een preuverie, een lounge en sinds 2003 het hotel De Olderhofjes, die in dezelfde straat is gelegen. Chefkok Leo Lankes bereidt samen met zijn team pure gerechten en laat zo de gasten dagelijks kennis maken met verse en eerlijke producten uit Limburg. Deze week laat Leon ons zien hoe we deze pure gerechten op een snelle en gemakkelijke manier thuis kunnen bereiden. Nou, welkom bij Navenant Kookt. We gaan vandaag een overredelijke gulassoep maken. Ik ben een rondje door de hele koelkast gegaan, allerlei producten tegengekomen. We gaan dadelijk alles snijden, maken en zetten we het op. En hoeven alleen maar te trekken. In de tussentijd kunnen jullie allerlei andere dingen doen. Ik begin eerst met het vlees te snijden. Dit is soepvlees. Van de nek gaan we gewoon mooi in stukken snijden. In mooie gelijkmatige stukken. Er mag rustig wat vet aan het vlees zitten, dat zorgt alleen maar voor de extra smaak in het vlees. Als we het juist wat kleiner snijden, is het vlees ook eerder gaar. Nou, dan pakken we de paprika erbij. Snijden we gewoon ook één keer door midden. Halen we hier de zaadjes eruit, kopstuk eruit. Nou, ook de paprika snijden we in gelijkmatige stukken. Bij het snijden is het belangrijk dat u op uw vingers let. We houden de vingers gewoon goed zo vast dat u langs uw knokkels snijdt. Paprika hebben we klaar met snijden. Leggen we hier langs het vlees. Dan hebben we de plank weer vrij. We kunnen dat dadelijk allemaal in één keer aanzetten. Het eerste belangrijkste wat we nog nodig hebben is de ui. En dadelijk nog de knoflook maken we schoon. De ui snijden we ook de kopjes vanaf. Nou, we gebruiken hiervoor de witte uien. Want de rode uien die zijn wat zoeter van smaak. Dat moeten we juist niet hebben. We willen een pittige soep hebben. De uien kun je makkelijk ze zo schuin houden, plat, insnijden, dan hier een inkeping maken. Niet helemaal doorsnijden, dan kun je in één keer kunnen we de ui afsnijden. Wij hebben deze knoflook van eigen land. We hebben die in de zomer eruit gehaald. We hebben ze de hele winter laten drogen, dus ze zijn veel krachtiger van smaak. Pletten de knoflook is heel belangrijk dat je met een mes plat maakt, kneust. Want als die knoflook gekneust is, laat hij veel meer smaken los. En dan snij je hem klein en dan doe je hem gewoon bij de ui erbij. Nou, we zetten een pan op het vuur, we laten die pan goed warm worden. Dan doen we daar de vlees, paprika, ui, spek, bakken we goed aan, laten we mooi kleuren. Dan doen we de paprika poeier erop, laurier, kruidnagel. Als laatste doen we nog paprika. Koelie erop. Paprika koelie wil zeggen, ik had nog wat paprika's al in de ijskast liggen. Die heb ik op hoge temperatuur in de oven gedaan, op 200, 250 graden. Tot ze zwart zijn, haal je ze eruit, pel je ze. En dan doe je het vruchtvlees door de magemix en dan heb je een hele mooie koelie. En dan heb je extra smaak aan je gulassoep dadelijk. Nou, de pan is intussen goed warm geworden. We hebben olie, gewoon zonnebloemolie, want die bakt het beste. Boter zou ik niet pakken, want dat verkleurt heel snel. Je pakt het vlees. Doe het vlees in de pan. Moet nog heel even wat warmer. Je ziet dat de pan nog niet heel heet is, die moeten we nog even laten staan. Nu begint hij. We beginnen eerst goed met het vlees te laten kleuren. Daarna pakken we dadelijk de spek erbij, doen we de ui erbij en de paprika hebben we laatst erbij. En dat zetten we nog even een paar minuutjes aan. We hebben bewust een ruime pan gepakt. Dan gaat het garingsproces gewoon veel sneller, dan je alles in een heel klein pannetje doet. Nou, zoals u ziet is het vlees nu
aan het kleuren. Nu mag de ui en de knoflook erbij. Spek komt erbij. Doe weer goed roeren alles. Nou, dan pakken we de paprika erbij. De paprika gaat er ook gewoon in. Dit is allemaal mooi aangezet nu. Zet dit een beetje naast het fornuis, want anders wordt het warm. Wij doen er verse peper door. We snijden de peper door midden. Het is heel belangrijk dat u oplet dat u de pepers niet in uw ogen krijgt, want dat geeft een zeer branderig gevoel. Nou, we doen de pepers boven het bakje wegstrippen. De zaadjes eruit, kopje eraf. En dan snijden we de peper mooi fijn. Pakken met de onderkant van de mes. Alles weer in de pan. Pakken we 3 blaadjes laurier. 1, 2, 3. En dan pakken we 5 kruidnagels. 5. Nu blussen we het geheel af met onze paprika coulis die we zelf hebben gemaakt. Nou, ik had nog verse bouillon in de ijskast staan. Voor thuis, als u geen verse bouillon in de buurt hebt, kunnen we gewoon water erop doen. Een litertje water erop. En dan 1 of 2 vleesbouillon tabletjes erop doen. Heeft u hetzelfde effect. Zo. Nou, zoals u ziet zitten alle ingrediënten nu erin. We laten de soep nu een tijdje trekken. Het is heel belangrijk wanneer de zuurte het soep gaar is. Als het soepvlees begint los te laten, dan is het lekker mals. We gaan in de tussentijd gaan we even de aardappelen schoonmaken, schillen en een mooie brunoise snijden. Een brunoise wil zeggen mooie vierkantjes, kleine mooie gelijkmatige vierkantjes. Die gaan dadelijk als laatste in de soep en die zorgen voor de mooie binding van de soep. Dat je een mooie, rijkelijk gevulde soep krijgt en die ook mooi stevig is. Nou, dan pakken we de aardappels. Het is niet zo belangrijk wat voor aardappels u pakt. We hebben nu gewoon bintjes gepakt, dus meest voor de hand liggende. U mag thuis ook de dunschiller gebruiken als u dat eenvoudiger vindt. Maar wij kiezen gewoon voor een aardappelmesje. We snijden het kontje eraf. We snijden het kontje gewoon eraf voor de veiligheid. Dat onze aardappel niet kan gaan rollen. Dus nu hebben we mooie stevigheid van onze aardappel. Kunnen we ze mooi vasthouden. Zet de mes er neer en dan snijden mooie gelijkmatige plakken. Het is belangrijk dat de plakken allemaal dezelfde dikte zijn. Ook met de gaarheid straks. Als we het verschillende groottes zouden snijden aardappel, dan zou de gaarheid, zou de ene stuk aardappel eerder gaar zijn dan de andere aardappel. En dan zou het uiteindelijk misschien aardappelsoep krijgen. Dat willen we ook niet. We willen straks gewoon dat we de stukjes aardappel ook nog proeven. Zo, dan hebben we mooi, de aardappelen zijn mooi klaar. Die doen we dadelijk in een bakje met water. Waarom water? Want anders verkleuren de aardappelen dan helemaal, worden helemaal bruin. Dus die hebben we straks pas een proces nodig. Als ze nodig hebben, dan schudden ze op een zeef. En dan leggen ze even mijn handdoek, deppen ze goed uit en dan kunnen ze dan in de soep. Anders zit er te veel water in en water geeft heel weinig smaak af. Nou, de soep is nu zover dat de aardappelen erin kunnen. Dus ik heb gewacht met de aardappelen snijden dat ik ze in één handeling erin kan doen. Maar als u thuis is het gewoon makkelijk als u één keer alles afmaakt. En dan kunt u in de tussentijd kunt u andere dingen doen. Dus ik ga nu de aardappelen erin doen. En nu doen de aardappelen een minuutje of 10 à 20.
even lekker mee laten trekken. Nou, we kunnen dus straks zien dat de soep mooi gaar is. Dan is de vlees gaar. En u ziet dat de aardappelen het zetmeel los gaan laten. En dan gaat de soep langzaam wordt die dikker. Die gaat binden door de natuurlijke zetmeel van de aardappelen. Zoals u nu kunt zien, is de soep nog mooi gebonden. De aardappel heeft zijn werk gedaan, heeft het zetmeel losgelaten. Dus het is zover. We hebben de soep al afgeproefd. Dus nu kunnen we de soep mooi gaan uitserveren. Nou, ik pak de pan van het vuur. Het is warm, dus even handig erbij. Ik heb een mooie kom. Pakken we een mooie, stevige lepel soep. We maken de randjes natuurlijk mooi schoon. Je ziet dat de soep mooi dik is. Mooi lekker stukje vlees en aardappelen in. We maken de soep compleet. U kunt nu lekker als maaltijdsoep thuis eten. We doen een lekker Duits brood bij van onze Duitse bakker. Het is veel voller van smaak. En zo is het gerecht klaar. Wil je weten hoe deze heerlijke goulashsoep maakt? Kijk op de website of op de app. Partners van Navenant Kookt zijn Hanse Dranken en restaurant De Olderhof.